mogen dan nog wel gewoon gelukkig shift gebruiken, dus Dagelijks HD. Hallo mensen van Dagelijks HD en welkom terug bij een nieuwe Skywars aflevering. Ik ben Melvin, ik heb last van een keukenrol op mijn borst en het is zondag 5 uur. En dat betekent alle drie maar één ding. Wij gaan weer lekker challenges doen in Skywars. Ik heb weer een heleboel zin in, ik hoop jullie ook. En ja, laten we maar gewoon gelijk de allereerste challenge bijpakken. Draai je linker en rechter muisknop om, dan sla je dus met rechts en plaats je met links. Dat is echt super vervelend. Like zodat Melvin dit ziet. Hebben we weer dat like zodat Melvin dit ziet? Het helpt blijkbaar wel, 26 duimpjes omhoog. En ik zie het natuurlijk weer, maar anders zie ik het ook wel hoor. Maar in ieder geval, wij gaan dus de hele aflevering deze twee toetsen omdraaien. Ja, op de muis. Oh mijn god jongens. Laten we dat nou gewoon gelijk gaan doen met het allereerste potje. Oké, mensen, daar waren we dan bij het allereerste potje. En ik kan hier gewoon de chest openen met mijn linker muisknop. Is dat? Nee, dat is normaal niet zo, nee. Wauw, nu ben ik opeens helemaal in de war met die omgedraaide toetsen. Maar we gaan dus proberen hier... Ja, het is dus wel andersom. Wauw, ik deed dus gelijk in één keer goed. En toen dacht ik van, het klopt niet. Maar toen klopt het waarschijnlijk wel. Nee, maar what the fuck, jongens. Weet je hoe fucking raar dit is, zo te spelen? Dit is echt, what the fuck. Dit is weer zo'n typische challenge van, doe dit thuis vooral na, ja. Weet ook dingen die je thuis niet na hoeft te doen of niet thuis na kan doen. Maar deze doet het gewoon. Dit is echt heel grappig om te doen. Alleen, ik heb maar één chest en dat is super kut. Dus ja, we moeten maar even gaan kijken of we hier nog ergens iets kunnen gaan verkrijgen. En dan moeten we maar gaan bouwen. Ja. Oké. Wat? Wat deed die man net? Wat? Die man? Zagen jullie die man net? Die man... What the fuck? Oké, ik weet niet wat die man net deed. Die ging voor echt YOLO daar springen of zo. Of die sprong mis. Ik weet niet. Nou ja, we kunnen in ieder geval nu naar Zeen Eland. En heeft hij deze chest al geleegd? Hey! Oh mijn god, joh. Nog een spulletje erbij. Helemaal lekker meegenomen. En deze chest... Had hij wel geloot? Ik denk het wel, want hij had wel spullen aan. En ik heb echt... helemaal niks. Ik heb echt spul waarvan ik denk van wat moet ik ermee? Nou ja, we moeten maar gaan proberen wat verder te spelen. En die man die zit daarin. We moeten maar even sneeuwballen pakken. Zo, kijk. Dit gaan we gewoon proberen. Ik zie die man aan mijn eiland bouwen. Die man die bouwt naar mijn eiland. Oké. En hij wordt in zijn rug aangevallen. Het is een team. Nee. Oh, ze willen met mij teamen. Oké, we gaan gewoon teamen. Wij gaan gewoon teamen, jongens. Wij moeten gewoon teamen, want ik heb echt helemaal niks. Check wat ik heb. Ik kan gewoon niks. Op zo'n moment, dan moet je gewoon gaan teamen, ja. Als iemand met je wil teamen op zo'n moment, doe dat. Echt, waar. Ik denk niet dat er al... Fuck hun! Gaan ze toch aan... Nee, ze gaan toch aanvallen. Nou, wat voor smiechten zijn dat? Dat meen je niet. Oh mijn god, en ik heb ook geen bouwblokken meer. Ik moet... Oké, daar zijn ze dan. Op mijn eiland. Ik heb echt voedsel nodig. Eet. Oké, hier, neem lava. Fucking hell. Wat een kutnaaiers. Dan ga je zeggen van, ik ga teamen. Doen ze helemaal niet. Nou ja, mensen, wij gaan wel naar een nieuw potje toe. En ik begin hier al een beetje aan te wennen aan het muizensysteem. Maar het komt wel, ja. Nou, en toen waren we in een vogelvlucht aangekomen bij het tweede potje. We hebben hier nu een map die ik op zich wel leuk vind. En dat is de map... Bones, ja, wauw. Soms moet ik echt gewoon nadenken over zo'n mapnaam. Ik snap niet hoe dat kan, want ik speel echt superveel Skywars eigenlijk. Maar nog steeds weet ik niet in één keer hoe zo'n map heet. Nou ja, we hebben in ieder geval nu de naam. We gaan even deze chest snel kapot maken, zodat wij alle spullen in één keer oppakken. En twee golden apples krijgen en een broekje, oftewel volledig armor. We hebben hier nog een chest met... Ja hoor, kijk eens aan. Dit is mooi spul, die zijn we blij mee. Ook al heb ik geen pijlen. Ik dacht van, ik heb een boog. Maar ja, dan krijg je natuurlijk weer geen pijlen van het godgans kutvel. Nou ja, we moeten het hiermee gaan doen, jongens. We hebben een betere helm. Ik denk dat wij wel eigenlijk gewoon gelijk zo in aanval kunnen gaan. Zullen we dat gewoon doen? Dat gaan wij gewoon doen. Ook al is die man al in de aanval gegaan. En die man die gaat nu bouwen? Ja, die man die gaat bouwen hier. Neem eieren. Ja, ik ging eerst verkeerd slaan. Volgens mij viel dat jullie ook wel op. Ik ging eerst met mijn fucking rechter muisknop. Maar ja, dat werkt nu niet. Dus we gaan nu snel dit even snel doen. Kom op. Dit moet te doen zijn, deze sprong. Voor mij wel. Oké. Die man die heeft mij in de smiezen. Godsamme man.
Ga niet op mij letten, nee. Ik vind niet jou, maar oké, snel, kom op. Oké, we gaan nu gewoon naar het eiland toe rennen. Kom op, wapsakee. Oké, we zijn nu op dit eiland. Die man die staat daar. En als we nu een gevecht krijgen, ik moet echt opletten op wat ik doe. Op wat ik doe, oh mijn god, ik moet de hele tijd met de rechtermuisknop drukken. Kom op, ja, ik heb hem. Holy shit, oké, mezelf eerst insluiten. Holy damn, die kill hebben we. We hebben een heleboel pijlen erbij gekregen. Oh mijn god, joh. Ik ging eerst ook zelfs verkeerd slaan. Voor mij vallen het jullie ook wel op dat ik verkeerd sla, maar dit is zo raar spelen, jongens. Echt waar. Oké, nou, we gaan in ieder geval maar hier naartoe rennen, want hier staat ook nog iemand. Oh, kut, ik val hier naar beneden. Roffel. Nee, maar we moeten hier dus even die man gaan proberen te doden. Kom op, hier. Neem één pijl. Neem nog een pijl. Oh, dat is jammer. Hij gaat weg. Nou ja, dan niet. Die man, daar staat er heel erg gevaarlijk. Wauw. Sprong hij er nou serieus vanaf? Er staat serieus dat ik de kill heb. What the fuck? En ik raakte die gozer ook nog fucking lucky en... Daar gaat iemand bouwen. Oké, die man die gaan we nu raken. Kom op. Toedele fucking... Oh. Juist, ja. Oké, ik schoot hem terug op het eiland. Oké, nou, we moeten dan maar hier snel zo gaan bouwen. En hopelijk worden we niet eraf geschoten. Kom op. Doe dit. Yes, oké, we hebben het gehaald. Oké, we hebben het gehaald. We zijn hier. We zijn weer een stap dichterbij, jongens. Weer een stapje dichterbij. En daar gaat iemand. Ja, fucking hell. Die schoten van mij. Holy damn. Oké, er komt nog eentje. Daar komt nog een. Hier, neem een pijl. Neem een pijl. Neem een pijl. Kom op, neem een pijl, jij. Kom op, nee. Oh mijn god. Holy shit. Holy shit. Hier, neem een pijl. Neem een pijl. Neem een pijl. Kom op, die pijlen moeten wel raken. Oké, ik moet maar even eten. Ik moet eten. En er komt daar iemand. Oké. Hier, ga dood. Ga dood, jij. Ga fucking dood, jij. Nee. Hier, neem lava. Neem lava. Nee, ik loop er zelf af. Oh, wat ben ik een oetlul. Nou ja, dat is zeer teleurstellend. Ja, nou ja, wensen. We gaan wel naar een nieuw potje en... Ik kan het wel een beetje blamen op die muis, want ik moet echt zoveel letten op die muis van mij dat ik gewoon vergeet om op spatie te drukken. Nou ja, we gaan naar een nieuw potje. En toen waren wij aangekomen bij het derde potje van deze aflevering. En ook, ik denk, het ene laatste potje. Ik ga trouwens gelijk maar even in aanval. Als die man in zijn chest gaat kijken, schieten we 1 pijl, 2 pijl en 3 pijl. En die man is dood. Ja hoor, dat zijn de lekkere kills. We hebben in ieder geval ook 2 chests op deze map op Pirates. Het is niet altijd namelijk zo dat je op deze kut-eilanden 2 chests krijgt. Maar ik heb geluk dat ik er wel 2 heb. Dus dat is helemaal mooi. We hebben wat bouwblokken, dus ik kan denk ik maar gelijk hier naartoe gaan. Daar ligt namelijk wat spulletjes. En dan, ja, gaan we hopelijk een beetje winnen. Want dat heb ik nog niet gedaan deze aflevering. En het zou leuk zijn als dat nog even ging lukken. Dus, ja. Oké, ik zie jou bouwen. Ik zag jou bouwen, meneer. Oké, als we nou even snel die chestplate aandoen. En we pakken die lava even hier, zo. Oké, dan moeten we nu even dit allemaal gaan oppakken. Want hier ligt echt een teringspul. Holy damn, we hebben volledig armor. Oké, dat is lekker. En die man die is daar aan het staan. Die denkt van, oh fuck. Hier, neem een pijl. Neem een pijl. Neem een pijl. Neem een pijl. Hoe de fuck haalt hij dat? Kom op, hier, neem een pijl. Neem nog een pijl. Waarom haalt die man dat allemaal? Oh mijn god, hij had zoveel geluk. En wat wil hij? Hij wil iets bij mij, maar ik weet niet wat hij wil. Voor mij wil hij teamen. Oké, ik moet even kijken hoe ik dit dan ga doen. Oké, fucking hell. Hier, neem een pijl. Hé, wat ga je met sneeuwballen op mij gooien? Hé, doe even normaal met je sneeuwballen. Hier, neem je anders maar een pijl in je fucking rug. Toedele fucking dook in je, ook maar eraf. Oké, die man die gaat me aanvallen. En ik ging helemaal in de mist, Oké, ik ging helemaal in de mist. Ga naar lava, jij. Fucking hell. Nee! Fucking... Dat is zo kut dat je dan hier... Die kutmuis... nou ja, mensen. Wij gaan nu naar het laatste potje. En voor het laatste potje heb ik natuurlijk een laatste challenge. En die challenge is... Je mag geen spatie gebruiken. Like, zodat Melvin... Ja, ik zie het wel. Maar ik moet dus dit potje geen spatie gebruiken. En ik ga in dit potje opgebouwd chest gaan zetten. Maar ik mag niet springen. Nee, dus... Ik bedenk me nu pas hoe fucking kut dat is. Oh, dan moet ik slaps gaan gebruiken. Fucking slaps. Ja, oké, we gaan het nieuwe potje doen. Ja, oké, ik zie jullie bij het laatste potje. En toen waren wij aangekomen bij het allerlaatste potje. En ik mag geen spatie gebruiken. En we hebben... Ja, we hebben hout gekregen. Oké, we moeten dus met slaps omhoog gaan bouwen. Dit is zo bizar eigenlijk, nu ik erover nadenk. Dat ik gewoon met slaps moet gaan proberen naar iets anders toe te gaan. We pakken in ieder geval maar even dit sharpness zwaard voor. We gaan hier maar gelijk even slaps maken. Want dat is dus wat ik
nu nodig hebben. 64 fucking slabs. Oké, okay, en dan moeten we dat dus nu zo gaan doen. Oh, wacht. Ik kan die vines opklimmen. En die trappen ook. Oké, okay, als we hier nou een slab plaatsen. Tada! Kunnen we zo omhoog. Oh my god, joh. Ik ben mokerslim op zo'n moment. Oké, okay, nou, dat is misschien heel erg overdreven. Maar we pakken deze chest. En... Oh, oké. Okay, oké. Okay, oké. Okay. Oh, nee. Nee. Ik mag geen spatie gebruiken. Holy shit. Oh. Waarom liep ik daar het water in? Nou ja, ik zou het laatste potje was. We gaan nog eentje doen, want dit duurde wel heel erg kort. Ja. Oké, mensen, toen waren we echt aangekomen bij het allerlaatste potje. Ja, oké, ik zei twee keer het. Het sloeg heel nergens op. Maar we mogen nog steeds niet springen van de lieve Minecraft godheer. En ja, oké, we zijn dus nu helemaal naar beneden gekomen. Gelukkig hebben we daar hout in zitten. Hebben we een punchboog trouwens? Nee, oké, dat is super kut. We hebben wel echt een sterk zwaard dat ik dus sowieso daar wil gaan neerzetten. En... Ja, jongens, we moeten het hiermee gaan doen. We hebben niet, we hebben gewoon echt zwaar poeparmer. What the fuck, man. Oké, we hebben wel betere schoentjes daar, maar voor de rest... Een chain helmet? Hoe de fuck kom ik überhaupt aan een chain helmet? Nou ja, we gaan in ieder geval maar gewoon lekker spelen. We gaan even, eerst maar weer stairs maken. Ik kan ook gewoon stairs maken. Ik dacht dat slabs nodig waren, maar stairs. Als ik hier nou gewoon stairs kijk, joh. Hier, dan kunnen we gewoon zo omhoog lopen. Ta fucking da. Nou, dan halen we deze gewoon even weg, als dat lukt. Ik kan dit echt niet, jongens, met die muis. Die muis is zo irritant en... Oké, daar zit iemand. Hier, neem een pijl. Doei. Fucking doei, man. En daar zat nog iemand. Doei. Fucking doei. Fucking doei. Fucking doei. Fucking doei. Kom op. Ik heb geen, hoe heet het? Geen, niks anders dan een punchboog. En toen werd ik aangevallen. Ja, oké. Omdat ik geen punchboog heb, is het weer echt super kut dit. Echt heel erg kut. Nou, dit is echt letterlijk hoe mijn eiland eruit komt te zien. Als ik gewoon de hele tijd op de verkeerde toets druk. En ik niet mag springen. Echt waar. Weet je hoe fucking kut deze komt? Oké. Mayday. Er zit iemand in het midden. En daar bouwt ook iemand. Hier, neem jij een pijl van mij. Nee! Hoe? Kom op. Melvin, dit kan jij wel. Dit moet je niet zo dom gaan doen, jij. Hier, die man daar, die heeft niet eens een chestplate. Dus als je hem gewoon kan raken en hij is daar helemaal. Kutzooi. Oh, hij gaat nu ook op mij terugschieten. Oh, shit. Oh, mayday. Mayday. Oh, fuck, oké. Nou, daar staan we dan. Dit is zo dom, jongens. Dit is echt zo dom. Wauw, ik heb serieus geen pijlen meer. Oh, mijn god. En, oh, plaats ik ook nog twee van die blokken verkeerd. Nou ja, we moeten maar dan gaan proberen te bouwen. We mogen dan nog wel gewoon gelukkig shift gebruiken, dus, Juist, ja, oké. We vallen door blokjes heen. Nou, mensen, dit was het potje. En dit was ook tegelijkertijd de aflevering. What the fuck, man. Heb genoten? Druk dan op blauw duimpje omhoog. En op jou volgende week zondag om 5 weer te zien. Dan nog één ding. En dat is... Doei, mensen! De linkerkant is, hoe die normaal is ingesteld. De rechterkant is hoe ik het nu zie. En dit is vaag, jongens.